Goedemiddag, beste kijkers. Welkom bij WHC TV. Vraag de wedstrijd WHC tegen Staphorst. Ruststand 1-2, eindstand 2-2. Na paragraaf met Hans van Dijkhuizen van Staphorst en met Jan Eversen van WHC. Ja, Hans, 4 keer verlies, 3 maal gelijk en 1 maal winst. Het blijft mager. Ja, dat klopt. We hebben dit seizoen veel te vaak wedstrijden gehad waarin we de punten min of meer cadeau hebben gegeven aan de tegenstander. Dus het was wel lekker geweest als we vandaag een keer op een sneaky manier wel een keer 3 mee hadden genomen. Nou, dat is helaas niet gelukt. We waren er dichtbij. Maar ik denk wel dat Wees op zeker een punt verdiend had. Ja, eerste beginfase was het team speelde weer zeer goed. Kreeg nog een goede kans. Na 3 minuten. Van wie ook alweer? Ja, het begon bij met Bresser en met de laatste was werd Kardag niet goed bereikt. Ja. Maar goed, dat was in de beginfase. Ja. Maar daarna, meestal speelden ze tegen WRC. We gaan ons laten we ons lekker inzakken. En WRC komt maar en wij proberen er overheen. Ja. Te komen, dat bedoel je, dat was, begreep ik niet. Ja, wat is je vraag? Dat laat ze zich inzakken. En dan laat men WRC komen. En nou, wij wouden Wezep op laten bouwen over hun linkerkant. Omdat ze daar allemaal rechtspoten hebben. Huisman is nog redelijk tweebenig. Wezep deed dat in een vrij hoog tempo in het begin. Dus spelen ze toch los. Mamoudov is dan gevaarlijk vanaf de linkerkant die dan naar binnen komt. Huisman die er overheen komt. Nou, daar hadden we in het begin heel veel moeite mee. Toen hebben we het iets anders gedaan. Hebben we op het middenveld iets meer koppeltjes gemaakt. En toen stond het ietsje beter. Nou, we komen met een fantastisch doelpunt natuurlijk op 0-1. Een beetje tegen de verhouding in. En na de 1-1 maken we ook weer uit een spellenvatting de 2-1. Ik denk dat het dat wijst 2 keer scoren op goede momenten. Maar dat we gewoon een hele moeilijke eerste helft hebben gespeeld. Ja. Goed, ga je naar Jan Eversen van WSC. Jan Allist gefeliciteerd met het periodekampioenschap. Dankjewel. Dat was eerste. Eerst zelf zei het al, de eerste 10 minuten bal de WRC goed mee. En dan is het eigenlijk tot aan die 16 meter. En dan houden ze een beetje de creativiteit op. Nou ja, niet alleen de creativiteit die ophoudt. Maar het is gewoon heel moeilijk voetbal tegen een ploeg die compact inzakt. Dan moet je een heel hoog baltempo hanteren. En dat doen we niet altijd. Maar ik vond dat wij de eerste 10 minuten tot aan die 1-0... De betere ploeg waren, we kregen een goede situatie, steekbal met Eugène. Ja, en als hij het overzicht houdt, legt hij hem terug op Beuzan. Een situatie met Dennis, die ook een steekbal, want wij hadden al gezien dat de laatste lijn van Staphorst, dat is niet de snelste laatste lijn. Dus daar liggen heel veel mogelijkheden. Als je gewoon die bal vanaf het middenveld gaat steken. Nou, Dennis had een verkeerde aanname. Als je links aanneemt, kan die ook doordraaien. Ja, en dan valt uit het niets, hij schoot hem schitterend in. Maar ik heb in de rust aangegeven, ja, je loopt in principe als een kut te verdedigen. Ja, sorry dat ik het zo noem, maar zo is het wel. Die bal die komt bij Erik Wissen en zonder dat hij weet wat in zijn omgeving is, wil hij hem voetballend oplossen. Maar hij legt hem zo in de voeten van, wat die jongen, Lars Reuben. Ja, hij schiet hem schitterend in, maar het is nog ineens een uitgespeelde kans. Het is uit het niks. Het is een zondagschot, hij schoot er wel mooi in. Maar zo verdedig je niet uit. Die bal die roei je dan gewoon over de zijde naar voren. Zeker als je niet weet wat er in je rug gebeurt. Nou, dan kom je 1-0 achter. Nou, dan kom je op 1-1. En dat was verder een prima aanval. Dan heb je ook veel meer balbezit. Maar het probleem is dat je voorin, dat er te weinig gebeurt. Kijk, ik verwacht dan van een Dennis veel meer, Mamoudov. En daar heb ik eigenlijk helemaal niks van gezien vandaag. En dat vind ik wel jammer, want er zijn wel spelers die kunnen misschien, ik heb het nog niet gezien dit seizoen, maar die kunnen vermoedelijk een verschil gaan bepalen in zo'n wedstrijd. Maar als je altijd alleen maar in de bal in je voeten vraagt en nooit geen diepgang hebt, ja, dan is het voor een tegenstander ook makkelijk verdedigen. Maar ik vond ons wel de betere ploeg. Ja, dan kom je uit een dood moment. We hadden gezegd, ze zijn sterk in dode momenten, ze draaien hem goed in. Dan moet je ook niet zo verdedigen. Dan dat is veel te gemakkelijk gaan lopen met een tegenstander mee. Nee, dan moet je aangeren op een situatie. Wij reageren op een lopende man. En dat is niet de eerste keer, want zo krijgen we ook 2 goals tegen Nunspeet. Ja, en als je bovenin wil blijven draaien en mee wil doen op de bovenste plekken, mag je dat soort goals niet krijgen. Dat gaat dan te makkelijk. Ja, goed, we gaan naar de tweede helft met Hans van Dijkhuizen. Ja, Hans, de tweede helft nog niet gewisseld. Later wisselde die pas. De wissel, ik had misschien Brakke wat eerder ingebracht. Ja. Koersen komt zeggen het altijd. Maar ik had gedacht met direct wat meer dreiging naar voren. En voor wie dan? Ja, voor Bas Bloem. Ja. Nou, dan dat had gekund. Alleen je weet eigenlijk dat Las
Nou, 90 minuten op een heel groot veld waarin hij ja, de ruimtes dicht moet lopen. Dat Las dat ook niet volhoudt. Dat is al wel vaker gebleken dit seizoen. Las heeft draait een fantastisch seizoen, geweldig rendement. Bijna bij alle goals betrokken. Hij heeft er geloof ik al 6 of 7 in liggen. Dus dat was natuurlijk ook een optie om Brakke voor Las te doen. En dat je met Brakke zijn power nou ja, daar iets meer kan storen. Dus dat was de keuze. Ik vond Bas moest veel verdedigen, maar heeft zijn taken wat dat betreft vandaag goed uitgevoerd. Ja. Moest ik veel achteruit, maar nou ja, dat was onze keuze om Brakke daar in de spits te zetten. Nou, tweede helft, daar denk ik dat wij het iets meer grip hadden op de wedstrijd. Wezen werd eigenlijk steeds slordiger. En nou, wij krijgen een paar uitvallen waarin je, als je het ietsje beter uitspeelt, misschien die derde kan maken. Eén keer een hele rare situatie met dat die ballen, dat er een extra bal in het veld lag. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar dat was natuurlijk een heel apart, want dat was een kans. Nou ja, wij maken niet die derde en ja, dan valt, hoe die dan valt, kijk, dat die valt is op zich terecht, maar hoe die dan valt, dat is natuurlijk enorm zuur. Een bal die in feite meters naast gaat en die dan via een been van Niklas erin karamboleert. En het wordt 2-2, nou ja, en daarna, was het denk ik nog een minuut of 5, daarna krijgt voor mij Wezen nog 2 hele beste kansen om de derde nog te maken. Nou, gelukkig gebeurde dat niet. Nou ja, dus wat dat betreft, als ik terugkijk naar de tweede helft, vond ik dat het beter stond bij ons, dat we minder weggaven, dat we meer grip hadden. Nou ja, alleen we hebben verzuimd om die derde te maken in een uitval. Ja. Goed, Jan, even iets met jou na het tweede helft. Ja, je begon ook in een bepaalde tijd, rond de 63 minuten, begon je met de wisselserie. Ja, ik was niet tevreden. Er gebeurde te weinig. En dan hoop je met Willem wat meer diepgang te krijgen op het middenveld in plaats van Jasper. En, maar ja, als je dan te diep gaat spelen als middenvelder, dan loop je eigenlijk de ruimte al zelf al dicht die aan je moet komen. En dat, ja, dat heeft ook met een beetje voetbalgochme te maken. Maar het is, we hebben ook, kijk, we hebben niet, de tweede helft niet echt goed gespeeld, moet ik zeggen. We hadden wel weer het beste balbezit. Maar we geven ook niet zo heel veel weg. En wat echt grote kansen hebben ze eigenlijk niet meer gehad. Hè. Er waren wat afstandsschoten. En nou, Hans geeft aan die ene bal die op het veld kwam. Maar dat was niet echt een kans. Dat was misschien een mogelijkheid. Hè, of zou het een kans kunnen worden. Maar wij hebben zelf ook nog genoeg kansen gehad. Dat is het verhaal. Ik geloof dat Özcan 5 kansen heeft gehad vandaag. Ja, Potkamp was na zijn wissel ook al dichtbij. Wie? Potkamp. Maar dat was ook uitstekend weer tussendoor gestoken, die bal. En ja, hij neemt net even, net iets te hard is die bal. En ja, hij kon hem niet meer stiften. De keeper zat er dichterop en deed hij verder prima, de keeper. He, maar we hebben wel terdege kansen gecreëerd zonder echt grootste spelen. Ja. He, dat, en dan valt hij gelukkig voor ons met een gelukkige situatie valt hij die 2-2. En ik denk dat het dik verdiend was geweest. Maar je had die wedstrijd ook niet hoeven gelijk te spelen als je gewoon een kans op benut. Ja, nee, wat Hans zegt, de 3-2 had er wel in gezeten. Want dan kan er nog een enorme kans. Ja, maar we hadden daarvoor al mogelijkheden. Ja. Alleen dan zeiden wij op de bank, ja, als we zoveel kansen onbenut laten, dan moet je eigenlijk blij zijn met als hij nog een punt haalt. En dat zijn we ook. Maar ja, normaal gesproken schieten we er wel makkelijk wat ballen in. En vandaag was het niet zo. Ja. Hans, jij nog een laatste reactie? Nee, ja, god. Ik had fantastisch gewonnen als we hier met 3 punten weg hadden gegaan. En vroeg je collega's van de radio net ook van wat overheerst nou? Ja, als het dan vlak na de wedstrijd is, dan overheerst baal je dat je er geen 3 hebt. Maar ik denk als ik morgen wakker word, dat ik dan nou ja, toch tevreden kan zijn met het puntje. Goed, Jan, nog een laatste reactie. Nou ja, bij ons overheerst ook teleurstelling, omdat je niet wint. En want wij willen altijd graag thuis winnen. Aan de andere kant moet je je handen dichtknijpen dat zo bal er nog in vliegt via de kluts. Hè, maar ik vind, als je kijkt naar vorig jaar, laat je 6 punten liggen tegen Staphorst. En nu ben je toch nog in staat om terug te komen naar 2-2. Maar ik kijk vooral naar het voetbal. En dan zeg ik van nou, wij moeten nog heel veel stappen maken. Maar dat geeft me wel vertrouwen. Want dit is gewoon een hele moeilijke ploeg om te spelen. Dus, Blessure Sonny Bos? Ja, die is 3 weken tot 2 maanden uitgeschakeld. Ja, die dokter die neemt het zeker voor het onzeker door een grote marge te nemen. En wat, dus, en wat is de blessure? Zal vermoedelijk wel twee maanden worden. Dus. Ja. En wat is de aard van de blessure? Ja, hij heeft dan niet al te veel medische termen gaan gebruiken. Want, maar hij heeft last van, dat is geen ziekte of zo, maar de blessure van Oskoet Slatten. Dus vanavond allemaal googlen.
Nee, maar ik denk dat nu in het sponshome iedereen met opgetrokken wenkbrauwen staat. Maar dat heb je alleen met kleine kinderen. En die in de groei zitten, die hebben last van de kniepees. En Sonny heeft dat ook, die zat blijven zitten in de groei. Maar dat is een hele vervelende blessure. Dus hij mag alleen een beetje met een licht verzet fietsen. En verder niet. Dus, want als je die kniepees gaat belasten met echt trainen. Ja, en hij loopt er al hele tijd mee te toppen. Hebben nu gezegd, stop er nou gewoon mee, zodat je fit wordt. Ja. Dus, goed. Hans, bedankt. Of wil je nog wat zeggen? Nee hoor. Hans, bedankt. Jan, bedankt. Ja, tot zover van de WHC TV. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ja, oké. Jans, bedankt joh. Succes.